helemaal terug naar het begin. Je bent van Stichting Catch. En wat is deze stichting? Wat doet deze stichting? Het is eigenlijk, ik noem het een uit de hand gelopen hobby. Ik ben zelf vroeger een probleemjongen geweest. Op een gegeven moment, ik heb mijn leven op orde gehad. Ik ben zelfs onderofficier geworden bij het ministerie van Defensie. En op een gegeven moment denk ik van, het is tijd om iets terug te doen. Ja. Dan zie je al die jongeren op straat. Weet je, sommigen doelloos. En dan denk je van, weet je, ik wil ze toch wel graag helpen, denk je dan. Mm-hmm. En toen ben ik een jongerenstichting begonnen. En dat is uitgelopen tot succes. Dus wij hebben meer dan 400 deelnemers op dit moment. En jongeren maken dagelijks gebruik van tussen de 80 en 100 jongeren per dag in en uit. Mm-hmm. Ja, dat is... Oh, dus wij moeten samen. Oh, mij doet het niet meer. Ja. Nou, dan moet jij gewoon even iets meer vragen. Ja, hoor, kruip er lekker in, zou ik zeggen. Maar er was dus eventjes onduidelijkheid. Want de stichting zal dus eigenlijk moeten stoppen. Maar dat gaat nu dus weer door. Want wat was dan eigenlijk het probleem van waarom het zal moeten stoppen? Moet stoppen. Ja, kijk, wij zijn 7 dagen in de week open. Ja. Team... Fysiek echt? Ja hoor, wij hebben echt een honk voor de jongeren. Ja, waar we hebben een muziekstudio, we hebben Netflix, weet je, we hebben bordspellen, we hebben eigenlijk alles wat ze kunnen gebruiken. Zie het voor als een grote woonkamer, waar elke dag vrede is, zeg maar. Want we hebben echt van alles wat binnenlopen en nooit problemen. Ja. Dus we zitten in de Marken, in Angerslo, dus achter de Jumbo ook. Ik heb net Jumbo hier gehad. Ja. Ja, daar zitten wij dus in de wijkvereniging. En dan kom je gewoon bij jullie naar binnen, want... Ja, heel laagdrempelig inderdaad. Ja. Iedereen is welkom. Ja. We zijn dagelijks open, 2 uur 's middags tot 12 uur 's nachts. Dus je hebt nu opeens 7 vrijwilligers erbij, dat is hartstikke mooi. Hoe groot is de groep nu? We zijn nu met ons erbij, met bestuur 9 man. Okay. Ja. En wat is je droomscenario? Waar wil je met Catch naartoe? Ja, kijk, ik zou echt landelijk willen opereren, zeg maar. Hè? Mm-hmm. In elke stad zou ik een Catch willen zien. Ja. Want wij motiveren jongeren toch om weer iets van hun leven te maken. Ja. Dat gaat ook heel goed. Dus je denkt aan huiswerkbegeleidingen, cv, motivatiebrieven. Dus van A tot en met Z doen we alles voor de jongeren. Mm-hmm. Heel laagdrempelig. We noemen het ook echt hulpverlening, hè? 2.0. Dat is echt nieuw. Ja. En het gaat heel goed. Ja, het klinkt ook echt als een fantastisch initiatief. Ja, ik vind het altijd een van de allermooiste verhalen, dit. Ja, ik doe het weer. No, ik had mijn knopje weer op mijn knopje gezeten, dus die was rood en hij is nu weer groen. Weet je wel, wat jij zegt is ook zo. Er zijn zoveel jongeren op straat, bij straat, die gewoon niet weten welke richting ze op moeten. Nee, klopt. En dat jij ze dan daarbij kan helpen met de vrijwilligers. En dat er dan van die jongeren echt weer iets moois terechtkomt. Ja, ik denk dat ook voor jou heel veel voldoening geeft. Als je weer zo'n iemand een jaar of 2 jaar later in 1 keer ziet opkrabbelen. Wat van... heb je een voorbeeld dat het ooit bij jullie zo kwam, een paar jaar geleden, en wat nu kijk, daar ik heb en daar zit? Bijvoorbeeld nu een jongen die deed niet heel goed op school. Ja. Het ging best wel mis. En daar hebben we geïnvesteerd gewoon. We hebben een andere jongere van ons die op universiteit zit in Groningen. Hebben wij gevraagd of hij dus bijles wil geven. Ja, en wil helpen. Precies. Dus jongen, waar het om gaat, die doet gewoon VWO. Dus die is gewoon geslaagd. Dus die heeft gewoon gefixt. Ja, te gek. Dus kijk, wij kijken echt naar van, waar ben je goed in? In plaats van, want dat hoor ik heel vaak op scholen. Want ik ben ook vaak op scholen. Dan sta ik de jongens ook wel bij van ja, maar hij is hier niet goed in of hij kan dat en dit niet. Maar wij kijken juist van waar ben je goed in? Ja, waar ben je wel want goed dat in? Dat ene ding, dat kan je leven veranderen. Precies. Ja. Dus dat is eigenlijk wat we doen. Ja. En ben je nog vrijwilligers nodig? Graag, ja, altijd. Want we zijn natuurlijk nu live televisie, we gaan het ook nog online zetten. Dus waar kunnen ze naartoe mailen? Is er een website? Ja. En wat moet je hebben als vrijwilliger? Kan iedereen dat? Of jong, oud? Professioneel mens zoeken wij. Een professionele mens. Dus als je groepen voelt, dus je hebt 8 uur in de week tijd voor ons. info@catchemmer.com. Mail ons. En met 8 uur in de week, dan kan je al... Dan redden we ons. Ja, want dit laten we vooral niet vergeten dat het heel belangrijk is dat het open blijft. Ja, en dat jullie heel veel jongeren maar mogen helpen. Want er komt nu ook een heropening, geloof ik, of niet? Want jullie zijn nu dicht. Ja, 20 augustus gaan we open. Ja. Dan gaan we ook vieren inderdaad. Dus als jullie willen, kom maar langs. Tuurlijk. Maar tuurlijk. Ja, we zijn erbij. Ja, absoluut. Ja.